Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Willem de Witte en vandaag zitten bij mij aan tafel teamlead Sjoerd Bakker en strateeg en onderzoeker Pim Korsten, allebei van Freedom Lab. Vandaag gaan wij het hebben over generative AI. Heren, van harte welkom allebei. Vooral weer de tweede aflevering van onze reeks Toekomstperspectieven. Serie waarin wij het hebben over de invloed van diverse technologische ontwikkelingen op de toekomst van onze maatschappij. Dit is een reeks die wij samen organiseren, De Nieuwe Wereld samen met Freedom Lab. Misschien goed om daar kort even bij te zeggen. Freedom Lab is ook een denktank en jullie doen eigenlijk precies dit werk. Jullie doen onderzoek voor vaak commerciële partijen naar de invloed van diverse technologieën op de sector, op de toekomst van dat bedrijf. Dat maakt jullie uitgelezen partners om deze reeks mee te organiseren. De vorige keer zat hier ook Sebastian Krul. Toen hebben we gehad over virtualisering. En voor vandaag staat op het programma dus Artificial Intelligence. En niet zomaar Artificial Intelligence, Generative AI. Een hele mond vol. Ik weet niet of al onze kijkers per se bekend zijn met dat begrip, maar er is het afgelopen jaar veel om te doen geweest. Zodoende kunnen we misschien deze uitzending ook een beetje als terugblik gebruiken van wat gebeurt er nu allemaal? Waarom hebben we het vandaag de dag over AI, generative AI? Wat kunnen we daar in de toekomst van gaan verwachten? Dat staat allemaal op het programma voor vandaag. Laat me met jou beginnen, Pim. Misschien kan jij onze kijkers even meenemen in dat begrip generative artificial intelligence. Wat is dat eigenlijk? En wat maakt het belangrijk om het daar vandaag de dag over te hebben? Ja, ik denk inderdaad. Ongeveer een jaar geleden, iets meer dan een jaar geleden zou je kunnen zeggen, is die hype is echt best wel ontstaan en opgeblazen, zo gezegd. Ik denk dat het vooral was met de lancering van het GPT 3.5 model van OpenAI, een taalmodel en is in staat om hele zinvolle en betekenisvolle stukken taal te genereren. En misschien een klein anekdotisch dingetje hoor. Toen dat gelanceerd werd in november, was ik zelf met vaderschapsverlof. Dus ik zat thuis helemaal in de bubbel met ons gezin en kreeg er wel wat van mee, maar we hadden ons een beetje afgesloten. Nou, ik kom in januari weer terug op de werkvloer en toen zag ik natuurlijk iedereen die interface van OpenAI typen, praten tegen die chatbot. Dus ik was wel geïnteresseerd van wat is dat nou eigenlijk precies, waar heeft iedereen het over? Zelf ook mee gaan experimenteren en ik persoonlijk ben en blijf nog steeds zwaar onder de indruk van wat dit allemaal kan en wat je er als gebruiker mee kan doen. Maar ik denk dat ongeveer een jaar geleden hebben we in ieder geval hebben die chatbot van OpenAI gezien. Er zijn ook allerlei andere tools, bijvoorbeeld voor het genereren van beelden. Denk aan Midjourney, DALL-E, ook een beeldgeneratie applicatie van OpenAI. Maar ja, dus ongeveer een jaar geleden zijn allerlei nieuwe updates van zowel het model gekomen als concurrenten. Ik denk gewoon het ecosysteem rondom generatieve AI is heel levendig. Er gebeurt superveel. En ook aan de onderkant bij de technologie gebeurt een heleboel. Ik denk dat we volop echt wel in die hype nog steeds zitten. In die ontwikkeling zitten. Want hoe kan het nu dat er in één keer zo sterk is? Ik hoor ook wel, men gebruikt nu de term AI Spring. Dat is een soort van een lente, een soort van ontluiking en ontwaking van nieuwe mogelijkheden van artificial intelligence. Hoe kan dat het in één keer zo in een stroomversnelling is gekomen nu? Ja, dus ik denk goed om iets over die geschiedenis dus inderdaad te zeggen. Dus uiteraard is artificiële intelligentie is niet nieuw. In 1956 wordt de term al gemunt door op een conferentie in Dartmouth door allerlei wetenschappers die eigenlijk door een aantal ontwikkelingen in de jaren 50 bij elkaar kwamen. Denk aan de neurologie die het brein eigenlijk neerzet als elektronisch netwerk. Turing die met zijn theorie over computatie komt. Nou, zo zijn er nog een aantal van dat soort meer gewoon echt in de harde wetenschap wat baanbrekende ontdekkingen. En er komen verschillende disciplines eigenlijk. Ja, echt, ja, heel vanuit verschillende, ja, wat je zegt, verschillende disciplines. Die komen bij elkaar en die gaan zeggen, wat kunnen wij hier nou mee doen? En er wordt het project wordt gemunt om kunstmatige intelligentie te gaan ontwikkelen. Dus eigenlijk, kunnen wij vooral machines gaan ontwikkelen die een bepaalde mate van intelligentie hebben? Nou, dus die term is al oud, wordt een heleboel meegedaan. Komt dan ook een enorme hype op in de jaren 50 en 60. De computertechnologie is natuurlijk volop in ontwikkeling.
Maar ook daar heb je al die hype gezien en de teleurgang van verwachtingen. Dus er zijn ook al een aantal AI springs geweest. Maar er zijn ook al een aantal AI winters geweest. Over het algemeen worden er twee gezien in de jaren 70. Wanneer dat oorspronkelijke enthousiasme eigenlijk weer wat terugloopt. Komen wat kritische rapporten. De technologie is gewoon nog niet zo ver. Dus die grote golf van verwachtingen wordt weer wat ingedampt. Dan zie je ook in de jaren 80 komt nog een keer weer zo'n enorme boom op. Dan wordt er wat andere benadering wordt gezocht van die eerste benaderingen. En in combinatie met de personal computer die opkomt. Wat ze dan noemen, dan ontwikkelen ze expert systeem. En die hebben hele complexe, maar eigenlijk aan de achterkant best simpele redeneervormen. Eigenlijk allemaal een soort van supergrote als-dan redeneringen. En die proberen computers te ontwikkelen die gewoon redeneringen kunnen afmaken. Er komt ook enorm veel funding vanuit zowel de private als de publieke sector. Maar ook daar blijkt halverwege eind de jaren 80 dat die systemen buiten hele zuiver wiskundige toepassingen nog niet zo heel veel kunnen. En dan wordt eigenlijk wordt ook binnen de AI-wetenschap de noodzaak ging om op zoek te gaan naar nieuwe ontwikkelmethode. Je zou dus kunnen zeggen dat er ook een heel eigenlijk nauw beeld van intelligentie in eerste instantie nog aan ten grondslag ligt. Zo van, we willen denken, we willen dat de computer kan leren denken, maar wat betekent dat dan? Dat je gevolgtrekkingen kan maken, dat je propositioneel kan redeneren, dat je die redeneringen inderdaad misschien ook kan terugleiden op hun thesen en dergelijke. Ook vanuit een hele formele conceptie van wat denken eigenlijk is. En ook heel procedureel vanuit dat Turing, vanuit die meer Turing-achtige filosofie van wat is denken, dat is constant als dan redeneringen kunnen maken. Die extreem complex zijn, maar misschien in zijn een vorm heel beperkt eigenlijk. Ja, maar je moet het ook echt niet afdoen hoor. Maar dus vanaf de jaren 90, dan kom ik bij het generatieve aspect, komen allerlei nieuwe benaderingen op om kunstmatige intelligentie te ontwikkelen. Onder andere deep learning en neural networks. Kan je kort wat over zeggen, even over die twee, deep learning neural networks? Ja, wat denk ik daar het kenmerkende aan is dat je niet die hele vaste, expliciete, gecodeerde stappen dat een computer die gaat leren uitvoeren. Denkregels bijna, die je dan moet volgen. Maar dat je eigenlijk, zou je kunnen zeggen, enorm veel data bij elkaar zet. Data die gelabeld is of die ongelabeld is. En dat je eigenlijk zegt tegen de computer, zoek het maar een beetje uit, ga maar patronen zoeken. Maar dat is dus niet voor ons een begrijpelijke hoeveelheid data. Dus is niet, ga maar een boek lezen en haal het daar maar uit. Lees maar alle boeken die er beschikbaar zijn en ooit geschreven zijn. En ga uit die biljoenen pagina's, ga daar maar eens wat patronen uit halen. Dus is ongelooflijk veel rekenkracht voor nodig. Maar dus, ik denk dat dat een beetje dat deep learning is. Dus echt door onvoorstelbare hoeveelheden data patroonherkenning gaan doen. En dat neural network, omdat het iets meer die structuur ook krijgt van mogelijk hoe ons brein ook werkt. Het zoeken naar verbindingen en daar een netwerk rondom bouwen. En de regels volgen eigenlijk uit dat associatieproces bijna. Ja. In plaats van dat je met een vooropgesteld set regels gaat kijken naar allemaal verschillende objecten die je dan, die je dan op een bepaalde manier zou kunnen manipuleren als algoritme, ga je nu patronen inderdaad halen uit die enorme hoeveelheden data, zoals je zegt. Maar dus zonder vooropgezette per se regels, maar inderdaad de patronen zelf gaan eigenlijk je nieuwe dingen leren nu ook weer. Ja, en je ziet dat, dus het wordt vooral ook eerst gedaan met taal, dus haal maar textuele, taalmatige, conceptuele patronen. Maar je krijgt dan ook simulaties van in een vrij simpele omgeving dat een computergesimuleerde robot maar wordt gezegd, ga maar proberen om te lopen. En we hebben twee uitkomsten. Je faalt omdat je valt of je kan door blijven lopen. En je ziet dat daar een ongekende waaier aan mogelijke looppatronen in wordt ontwikkeld. Maar dus dat zit denk ik op dat deep learning. Twee hele belangrijke punten waarom we dus nu anno 2022, 2023 het over generatieve AI hebben, zijn eigenlijk twee innovaties, zonder daar heel diep op in te gaan. Vanuit 2014 wordt een soort van leermethode ontwikkeld hoe uit de bestaande data veel meer geleerd kan worden. General Adversarial Networks. En heel belangrijk, ik denk het allerbelangrijkste ook in 2017 vanuit een paper van Google wetenschappers, de Transformer technologie, waarin via een soort geprogrammeerde aandachtsmechanisme veel beter de context kan worden gebruikt. Ja, die twee innovaties, gewoon gecombineerd met, laten we zeggen, meer data, meer rekenkracht, de technologie en de technieken die er al zijn,
heeft op een bepaalde manier geleid in 2022 tot die vorm van generatieve AI, die dus een subset is van de grote familie van kunstmatige intelligentie, van deep learning, maar daar ook weer echt wel zijn eigen benadering en eigen school in vormt. En ik denk dat we dan een beetje op het punt zijn waar we nu zitten, vanuit de technologie in ieder geval beredeneerd. Precies. Nou, dat schetst dus een beetje in elk geval een korte geschiedenis van de afgelopen decennia. Ja. Waarom gaat het nu zo sterk ook weer over generative AI? Dat is helemaal nu een hype. Je hebt dat woord zelf ook een aantal keer gebruikt. Misschien kunnen we er toch ook nog wat verder uitzoomen. Dan wil ik ook even overgaan naar jou, Sjoerd. Want je hebt al in 2017 heb jij een boek geschreven over informatie-communicatietechnologie in zijn algemeen. Hoe er eigenlijk een nieuwe industriële revolutie gaande is en hoe je kan leren uit de industriële revoluties uit het verleden over hoe deze nieuwe revolutie in die informatie-communicatietechnologie zich kan gaan ontvouwen in de toekomst. Natuurlijk is artificial intelligence een belangrijk onderdeel, een belangrijke component van die nieuwe revolutie. Misschien kan je kort even wat zeggen over hoe jij die ontwikkeling ziet en wat jij dus inderdaad denkt te kunnen halen uit die eerdere revoluties, wat we daarvan kunnen leren als het gaat om de situatie nu. Ja, een hele grote vraag. Sorry, grote vraag. Maar dank je wel daarvoor. Deze in mijn boek beschrijf ik het aantal technologische revoluties. Denk aan de stoommachine, de ontwikkeling van elektriciteit, de automobiel dankzij de verbrandingsmotor, opkomst van de eerste computers dankzij microprocessors. En ik laat eigenlijk zien hoe die grote technologieën eigenlijk een heel groot impact hebben op zowel de economie als ons dagelijks leven. En ik maak die vertaling ook naar wat we nu zien gebeuren rondom digitalisering, eigenlijk al rondom het World Wide Web en AI. In deze vorm was het toen nog niet, maar goed, ik denk dat je een heel hoop lessen kan leren uit het verleden inderdaad. Ik wil misschien nog even ingaan op het aspect van die hype. Ik denk wat het nu ook heel bijzonder maakt, generative AI, ook anders dan die andere technologieën uit het verleden, maar ook anders dan bijvoorbeeld de hype rondom nanotech of biotech. Ja, je kan altijd discussiëren, is het een hype of is het echt of niet? Maar die enorme aandacht was altijd aandacht in de media voor dingen die gebeurden in het lab, waarvan wetenschappers zeiden, we hebben nou iets gevonden, dat is fantastisch. Dat gaat enorme implicaties hebben en het publiek, de politiek ging daarin mee, investeerders gingen daarin mee of niet. En nu hebben we technologie die wij allemaal zelf kunnen ervaren achter ons schermpje, door te spelen met ChatGPT, door te spelen met Midjourney of DALL-E. En gaan we eigenlijk zelf, niet als wetenschappers, maar we zitten wel op de eerste rang als het gaat om de ontwikkeling van die technologie en we zien eigenlijk rechtstreeks wat die technologie nu op dit moment kan. Dat maakt denk ik ook een hele bijzondere hype-dynamiek. Dat we zelf ook door die eerste enthousiasme, verwondering, maar ook een beetje teleurstelling heen gaan. Dus, en dat is denk ik het risico waar we nu in zitten. En dan komen we straks denk ik ook terug op dat punt van het boek. Is dat we nu vanuit die eerste verwondering en enthousiasme die we allemaal gehad hebben een jaar geleden of een half jaar geleden. Dat we nu ook bijna beginnen te denken van oké, is dit het dan? En we hadden het er net over. We gaan ook op zoek naar alle foutjes in de technologie. Dan gaan we laten zien wat het allemaal niet kan. En dan zijn we heel tevreden met onszelf als mensen dat we nog steeds beter zijn als mens. Blijven misschien ook wel op allerlei vlakken. Misschien ook niet. Maar dus die hype en teleurstelling zit al heel erg in onze eigen ervaring. Dat is denk ik anders dan die grote technologie uit het verleden. En ik denk wat mijn boek en überhaupt het denken over technologie laat zien is dat misschien is die eerste teleurstelling wel daar en misschien ook deels terecht. Tegelijkertijd is er altijd de neiging om te onderschatten wat die technologie op lange termijn gaat doen. En ik denk, wij denken dat AI, net als die grote technologie uit het verleden, net als de stoommachine, in allerlei sectoren grote impact gaat hebben. En dat is niet onmiddellijk, maar dat is een gradueel proces. En we zijn daar dus ook nog niet. Maar je kan denk ik wel verwachten van AI dat het in al die sectoren van directe invloed gaat zijn, maar ook allerlei processen van innovatie in gang gaat zetten, waardoor je weer allemaal allerlei spin-off innovatie krijgt. Dus in die zin, weet je, als je die technologieën, die les uit het verleden, de eerste les is al, pas op, dit gaat op lange termijn heel veel doen. En we kunnen het allemaal nog niet voorspellen. Maar het gaat veel meer doen dan wat we nu op het scherm zien gebeuren. Want dat is maar, denk ik, één aspect van die technologie. En uiteindelijk zal die veel meer verweven raken in allerlei processen. En wordt de technologie, de basistechnologie, toegepast in allerlei concrete applicaties die wij nu niet zien. Maar die op lange termijn veel grotere impact zullen hebben. Precies. We gaan het eigenlijk ook hebben over wat specifieke levensgebieden. We gaan het hebben over de economie, we gaan het hebben over de politiek, over de geopolitiek. En de invloed van deze nieuwe technologie in die verschillende domeinen. Maar onderscheid je ook een aantal verschillende benchmarks? Nou, benchmarks is weer een lelijk Engels woord. Zijn er een aantal duidelijk onderscheidbare aspecten van zo'n technologische ontwikkeling, van zo'n revolutionaire periode, waarin je dus, laten we zeggen, die parallellen kan trekken tussen de eerste industriële revolutie, de tweede industriële revolutie en wat er nu gebeurt. Ja. Wat zijn de overeenkomsten? Ja, als je kijkt, zeg naar de technologie en de WER bijvoorbeeld noemt ook AI de nieuwe systeemtechnologie. En dat verwijst eigenlijk naar het begrip general purpose technologie. En
Dat is ook een beetje het begrip wat ik in het boek hanteer. En dat zijn die basistechnologieën die dus in zichzelf al heel krachtig zijn. Maar vooral krachtig zijn omdat ze dus overal hun weg vinden door die hele economie. En ik denk dat geldt dus voor de stoommachine elektriciteit. En dat geldt waarschijnlijk ook voor AI. Een soort universele implementaties. Gaan eigenlijk het hele verkeer van je samenleving gaan ze beïnvloeden. Een hele diepe invloed op bijvoorbeeld arbeidsproductiviteit. Daar zullen we straks nog op komen. Dus mensen worden productiever dankzij die technologie. Kunnen meer doen. Werkt prijsverlagend. Waardoor gewoon die economie gaat groeien als gevolg van die technologie. Dus dat zijn zaken die je kan verwachten. En ik denk, we staan ons nu heel erg blind op dat schermpje van ChatGPT en de output van wat tekst. Maar uiteindelijk denk ik dat die technologie veel meer een soort interface wordt naar allerlei andere diensten en andere systemen. Die wij nu niet kunnen bedienen omdat we geen programmeurs zijn. Of omdat we nu heel veel werk zelf stoppen in het verbinden van applicaties. Dat die AI als een soort agent tussen ons en die technologie gaat staan om heel veel dingen aan te sturen die wij dus zelf op dit moment niet kunnen. Dus dat is zelf wat ik een beetje verwacht van die technologie in grote zin. Precies. En wat het denk ik dus anders maakt, is dat die grote technologieën uit het verleden heel erg begonnen bij de professionele gebruiker. Toen bij de allerrijkste van de wereld binnen bereik kwamen. Het eerste elektrische kerstboom die stond in de tuin van de allerrijkste mensen als een soort pronkstuk. En pas veel later gingen mensen dat praktisch gebruiken. En nu is het wonderbaarlijke wel dat in ieder geval voor generatieve AI geldt dat het meteen bij ons op schoot belandt. En dat maakt denk ik wel een echt andere dynamiek. Ja, interessant. De titel van jouw boek, misschien om dat kort ook nog even te noemen, is dus ook From Luxury to Necessity. Zoals met alle boeken die besproken worden bij ons in de uitzending, staat er ook een linkje onder de video. Zodat mensen die er interesse in hebben, er zelf nog even naar kunnen kijken. We zullen denk ik ook linkjes naar alle verschillende ChatGPT en alle artificial intelligence programma's die we benoemen in dit programma ook even plaatsen. Een linkje onder de video, dan kunnen mensen zelf ook een beetje meekijken. Maar ik vond die titel mooi. Van luxe naar noodzaak. Er zit natuurlijk ook precies in die ChatGPT. Het begint als een soort hebben dingetje. Het begint als een soort van fascinerend nieuw commoditeitje. In die zin lijkt het ook heel erg op de rol van speelgoed. Speelgoed altijd heeft gehad in de verspreiding van technologie. Dus elektriciteit, wat ik net al noemde, dat kwam pas vrij laat bij mensen in huis voor praktische toepassingen. Maar sommige mensen, in ieder geval de mensen die het zich konden veroorloven, hadden daarvoor al bijvoorbeeld een elektrisch treintje met een batterijtje erin. Dus die konden al spelen met die technologie. Of de eerste computers die wij thuis kregen waren spelcomputers. Dat was helemaal niet een ding met een spreadsheet of een wordprocessor. Dat was een speelgoed. Dus in die zin is het niet zo heel gek dat we generative AI ook nu vooral zien als een soort speeltje daarmee. Sinterklaas gedichten maken als je zelf geen fantasie hebt. Of leuke plaatjes maken omdat we zelf niet kunnen schilderen. Dus dat zit heel erg in die speelse toepassingen. Maar goed, daarmee dus ook te zeggen. Ja, nu is het een luxe, een speeltje. Uiteindelijk wordt het een necessity. Daar mogen we vanuit gaan, denk ik. En dan moeten we misschien ook wel voor vrezen. Dat is een andere discussie. Maar dus ik denk dat diezelfde dynamiek die verwachten we hier denk ik ook. En we gaan dadelijk ook over denk ik naar die necessities. De manier waarop dadelijk deze technologie niet meer weg te denken is uit onze samenleving. Maar ik ben eerst bij jullie allebei wel even benieuwd naar dat luxury aspect en naar dat speelaspect. Toen ChatGPT net verscheen, begin of halverwege dit jaar, was iedereen aan het spelen. Wat ben jij aan het doen? Wat ben jij aan het vragen? Wat waren jullie eerste spelletjes met ChatGPT? Daar ben ik wel even benieuwd naar. Wat hebben jullie als eerste willen proberen ermee te doen? Ja, echt spelen. Ik denk vrij snel ook wel gewoon kijken van oké, wij zijn onderzoekers. We proberen zinnige dingen te zeggen over de toekomst. Dan ga je meteen testen. Kan dit systeem wat ik denk te kunnen? Ja, ga jij mij vervangen? Precies, ik denk dat bijna nog eerder de eerste vraag was voor mij dan een soort heel basale, heel speelse toepassing. Ik denk als het gaat om plaatjes genereren, dan zit je natuurlijk wel veel meer in de sfeer van even klooien wat hij kan. Ja, nou, er zit natuurlijk altijd ernst in het spel. Er zit misschien ook wel een combinatie inderdaad. Van toch een beetje spelen, maar ook een beetje testen. Van hoeveel beter kan jij dit dan? En niet eens vanuit angst, maar ook wel een soort gewoon het idee van dit kan mij helpen. Weet je, dit kan mij enorm veel tijd besparen. Precies. En ook voor een deel dus de taken overnemen die niet per se heel erg leuk zijn. Ja. Ja, de meer inderdaad de routine taken. Het onderzoek werkt, zou je ook weer kunnen uitbesteden. Het kan ook een hele goede tool zijn. Daar komen mensen natuurlijk steeds meer achter ook. Wat is dat voor jou, Pim? Wat ben jij een beetje aan gaan pielen toen je net geconfronteerd werd met ChatGPT? Nou, ik had denk ik één moment dat ik echt wel dacht van wow. Dat was, want ik kwam in januari terug en toen ben je al een beetje in de aanloop naar carnaval. Ik vier zelf geen carnaval, maar iemand zei, laten we eens kijken of we een carnavalliedje kunnen schrijven over ons bedrijf. Ja, ik vond het best wel echt goed eruit zien. En dat was voor mij ook de realisatie van ja, ik weet niet zo goed hoe ik dat moet zeggen. En ik denk dat we er ook zo meteen nog op gaan terugkomen. Maar je gebruikt in eerste instantie voor hele, laten we zeggen,
eendimensionale directieve dingen, denk je aan. Hè? Vertaal dit, schrijf een mail, maak een samenvatting. Dat zijn best eenduidige taken. Het is moeilijk om te doen, maar een samenvatting maken is een nog steeds duidelijk omlijnde taak. Met één stap en een heel. Ja, en dit gaf voor mij ook echt wel van, oh ja, dit gewoon het idee van conceptuele analyse en verwerking, dat is een extreem breed veld. Dan heb je het ook over ideation, creatief denken, conceptontwikkeling, natuurlijk wat wij ook proberen te doen bij Freedom Lab. En ik vond dat het dat echt heel goed kon. Dus ik weet nog toen dat liedje werd genereerd, dat het, en toen het verscheen zo op het scherm met de cursor, dat ik echt dacht van wow, dit is echt superkrachtig. En daar was ik echt van onder de indruk. En misschien ook wel, toen begon bij mijzelf misschien ook wel die hype. Want ik vind dat nog een heel mooi aspect ook van jouw boek. Daar heb ik ook vaker aan gedacht van. Ik bedoel, jij beschrijft ook, hè, van er is vaak een soort van logica van de hype. En dat de hype ook een soort van zelfvoorspellend karakter kan hebben. Ja, misschien moet jij het gewoon uitleggen hoor. Ik ben wel. Ja, nee, het punt van de self-fulfilling prophecy. Hè. Dus het is een hype voor een deel. En misschien zijn we allemaal te enthousiast. Ik heb in het verleden onderzoek gedaan naar waterstof. Nou, waar zijn de waterstofauto's? Niet op de weg, maar 20 jaar geleden wel in al onze fantasieën en in de show, of in ieder geval op de autoshows. Dus dat is typisch een hype die nooit echt werkelijkheid is geworden. Tegelijkertijd, tijdens een hype wordt enorm veel geld geïnvesteerd. En zal je vaak zien dat dankzij die hype dingen uiteindelijk ook nog waar worden ook. Hè? Dus het begon als bluff. Uiteindelijk komt er heel veel geld om de hoek kijken en wordt het misschien wel werkelijkheid. En ik denk dat je het afgelopen jaar is er zoveel geld gestopt in generative AI, gebaseerd op die verwachting, op die hype rondom die technologie, dat er uiteindelijk heel veel waar gemaakt gaat worden. Dus dat is een beetje de klassieke dynamiek van hype en deels teleurstelling, maar ook dus op lange termijn vaak reële effecten. Ja, op de korte termijn zijn mensen dan al snel teleurgesteld, want mensen verwachten, laten we zeggen, gouden bergen. Ja. En mensen verliezen geld, hè. In het verleden ook rondom de spoorwegen in Engeland. Toen de eerste spoorwegen opkwamen, mensen waren zo enthousiast. Iedereen zag allerlei investeringsmogelijkheden, van laten we nog een spoorlijn aanleggen en nog een spoorlijn. Mensen stopten daar een hele hebben en houden in. Ook heel veel mensen zijn daar friet in gegaan. Uiteindelijk lagen die sporen er wel. En 20 jaar later was het ook een hele belangrijke basis voor economisch succes van Engeland. Dus hè, heel veel mensen verliezen geld tijdens de hype en in de eerste fase van teleurstelling. Op lange termijn maakt die technologie dan toch grotendeels een belofte waar. Ja, dat is natuurlijk geen deterministisch model. Hè. Dat kan ook een keer tegenvallen. Dat werkt niet voor alle technologieën. Zie bijvoorbeeld de waterstofauto of kernfusie tot nu toe. Hè. Is ook door een aantal van dat soort fases heen gegaan. Generative AI zou ik zeggen, nou, dat is al behoorlijk op weg om die belofte wel al waar te maken. En er speelt natuurlijk ook een aantal variabelen mee. Misschien ook concurrerende technologieën enerzijds. Maar ook anderzijds, laten we zeggen, de manier waarop een samenleving zich verder ontwikkelt. Zijn er ook, zoals nu bijvoorbeeld met AI, zie je ook dat mensen juist proberen om ook een soort grens aan de groei te realiseren. Omdat mensen toch bang zijn voor de mogelijke gevolgen van die technologie. Dus natuurlijk ook absoluut. Daar komen ze misschien straks ook nog op. Maar ik denk, een deel van die belofte gaat natuurlijk gepaard ook met hele grote angst. Hè? Dat is altijd die enorme belofte. En het angstbeeld gaat vaak hand in hand. En dat zie je denk ik ook. Dus daarom vandaar dat ook in Europa wordt een beetje op de rem getrapt. Of probeer in ieder geval die ontwikkeling in goede banen te leiden. Dus ja, dat hoort er ook bij. Dat angstbeeld. Precies. Ook in heel mijn boek, dat jouw punt uit jouw boek is dat van, er is ook een co-evolutie tussen technologie en samenleving. Van, dus ook Luxury 2016 is het van, ja, bijvoorbeeld met elektriciteit. Ja, mensen hoefden ook gewoon geen elektrische aansluiting in huis. Het was sowieso duur. Maar wat doe je ermee als je nog niet, sowieso als er gewoon nog geen, dus als die technologie nog niet is diffused door de samenleving, er zijn nog geen lampen, er is nog geen televisie in de 19e eeuw. Dus wat moet je ermee? En dat er ook nog niet de praktijken zijn. Van niemand kijkt televisie, dus die hele noodzaak voor elektrificatie is er nog niet. Maar die samenleving, ja, die ontwikkelt zich door die technologie ook aan de achterkant. En dat zul je misschien nu ook gaan zien met generatieve AI. Van nu zit het in het domein van spielerij. Is het leuk? Kun je er grappige dingen mee doen? Maar is er misschien de echte noodzaak? Is er nog niet. Maar ja, die gaat dus komen via de achterkant. We gaan steeds meer misschien via die AI doen. Ja, en er zit ook gewoon een soort technologie push ook wel. Ik bedoel, vanaf volgend jaar zit gewoon een GPT-model native in de Office suite. In de software suite van Microsoft Office. Nou ja, ik denk dat nog gewoon een ongelooflijk groot deel van ons gewoon nog steeds de Microsoft-producten gebruikt. Google gaat zijn Gemini-modellen helemaal integreren in de Google-zoekmachines. Ja, ik bedoel, linksom rechtsom, we gaan er gewoon ontzettend veel gebruik van maken. En er gaan steeds meer praktijken ontstaan waarin het gewoon een noodzaak gaat worden. En een vereiste dat je kan omgaan met deze modellen of dat je je weg erin weet. Ja.
Dat is het internet, dat het echt onmisbaar wordt. Het wordt bijna een soort van publieke voorziening. En mensen, als ze niet aangesloten zijn op deze technologie, dan kunnen ze eigenlijk ook niet meedraaien in het maatschappelijk. En je ook nog niet weet waar het misschien naartoe gaat. Hè? Bill Gates die in de jaren 90 bij David Letterman zat, volgens mij was het die show van, dat hij vraagt, dat is prima, maar wat moet ik met het internet? Ik heb toch gewoon mijn krant, waarom zou ik op de computer dingetjes gaan lezen over het nieuws? Ik heb toch mijn krantje? Ja, het internet is een manier om nieuws te consumeren op digitale manier. Maar het internet zoals we dat nu kennen is natuurlijk... Waarom zou ik een krant lezen? Ik heb toch mijn smartphone inderdaad. Ja. Het is helemaal omgedraaid. Ja. En toch is het risico dat we veronderstellen dat er waarschijnlijk wel een latente behoefte is die we straks gaan vervullen met die technologie. En in het verleden was het denk ik vrij logisch. Mensen hadden misschien één setje kleren totdat de textielindustrie opkwam. En toen waren mensen in staat, omdat die kosten van die kleding omlaag ging, om meerdere sets kleding te kopen. En nu is die technologie zo ver gevorderd dat we elke week bij wijze van spreken nieuwe kleren kopen. Simpelweg omdat die productiviteit verhoogd is en die kosten verlaagd zijn. Onze welvaart is toegenomen. En een meubelmaker die misschien eerst een week nodig had om een tafel en een set stoelen te maken, kon het dankzij technologie kon het in een dag, bij wijze van spreken. Dat voorzag een duidelijke vraag. Mensen hadden behoefte aan die materiële goederen of misschien aan diensten die steeds goedkoper werden. Hier, en dat gaat denk ik ook over richting werkgelegenheid, is wel de vraag, zitten we te wachten op alsmaar meer informationele producten? Zitten we te wachten op de marketeer die straks nog meer reclames kan produceren, omdat die met zijn slimme prompt bijna tegen nul kosten nog meer advertentieteksten kan genereren of nog meer plaatjes kan genereren? Dat is wel de vraag van, is die latente behoefte er echt? Of gaan we straks misschien dingen gewoon goedkoper doen, maar is er niet meer vraag naar advertenties of naar contracten van juridici? Of gaan we straks van lieverlee overal een contract voor bedenken, of simpelweg omdat het zo makkelijk kan. En dat we de hele samenleving verder gaan juridiseren. En zeggen we achteraf, dat was kennelijk een latente behoefte aan nog meer contracten of nog meer reclametekst. Dus dat is voor mij wel de vraag van, is dit soort productiviteitsslag die we echt nodig hebben, waar we wat aan hebben met z'n allen. En dan is het ook dus niet echt een werkgelegenheid. Of gaat het gewoon mensen vervangen omdat het producten maakt waar we eigenlijk gewoon al genoeg van hebben. Precies. Dus ook in Office willen we nog meer PowerPoint-presentaties. We willen dat mensen elkaar nog meer mails gaan sturen. Is dat waar de samenleving behoefte aan heeft? Daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ja, dat is natuurlijk, zoals je hebt gezien met die vorige revoluties, vaak gebeurt het voordat je die vragen goed en wel kan beantwoorden. Je hebt niet echt grip op die dynamiek. Dus daarom ook goed dat we deze gesprekken... Het aspect van de snelheid, waarmee jij bedoelt, vaak getoonde grafiek hoor, maar gewoon de adoptie van ChatGPT is verreweg de allersnelste app die ooit is, die de grens van 100 miljoen heeft gehaald. Ja. En vele malen sneller dan de nummer 2 TikTok, omdat het software-based is. Ja, ik bedoel, het gaat zo ontzettend snel. Ik denk dat daar ook een deel van die angst ook zit. Kijk, hebben we vorige technologische revoluties, voordat die spoorlijn er eenmaal lag, gingen er wel een paar jaar overheen. Dus generaties hadden langzaam de tijd om gewend te raken aan wel die toch wel disruptie en verschuiving en reallocatie van werk, activiteiten, praktijken. En het gaat nu ongelooflijk snel. Het is je gewoon ziet hoe snel alle grote bedrijven nu hun modellen uitrollen en hoe snel de capaciteit en de vaardigheden verbeteren. Ik denk ook nog wel een aspect, die snelheid of zo. Precies. Ja, we hebben natuurlijk een aantal mooie inderdaad aspecten genoemd van wat die innovatie betekent, hoe we daar een beetje zijn gekomen, wat we kunnen leren van een aantal soortgelijke ontwikkelingen uit het verleden. Je kan natuurlijk de impact van die technologie op een aantal verschillende manieren proberen te duiden. Het heeft culturele consequenties, maatschappelijke consequenties, existentiële consequenties. Het zegt wat over ons mensbeeld, hoe we kijken naar onszelf. Er is heel veel over te zeggen en je ziet wel, vaak wil men er te veel over zeggen. Ik denk dat het goed is om te proberen om die verschillende gevolgen ook wat uit elkaar te proberen te houden en een beetje per sector, vanaf per domein, te kijken naar wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn. We waren eigenlijk al een beetje op weg naar de mogelijke gevolgen voor de commercie, voor de markt, voor de economie in de brede zin, voor hoe werk getransformeerd zal worden, revolutionair hervormd zal worden, mogelijk door deze technologieën. Misschien kunnen we daarmee beginnen. Wat is er nu al en wat zou mogelijk in de toekomst kunnen gebeuren met door een verregaandere implementatie van deze nieuwe technologie? Wie zou daar willen beginnen? Misschien jij, Pim. Ja, ik kan misschien wel een soort van vooropmerking daarbij maken. Ook vanuit het idee van wat Sjoerd zei, general purpose technologieën die zich kenmerken omdat ze
breed door de samenleving en economie worden verspreid en het overal hun toepassing vindt, dus zowel in de economie als in de samenleving. Nou, stel dat je AI zo neerzet, en ik denk dat er hele goede redenen voor zijn om dat te doen, wordt ook vaak een analogie gemaakt met het verleden. Dat wordt gezegd, nou ja, technologie vernietigt bepaalde banen. Dus de stoommachine, dat heeft een klap toegebracht aan handarbeid, aan de spierkracht van de mens die nodig is in de economie. Maar er zijn allemaal nieuwe banen voor teruggekomen. Er zijn fabrieken gekomen, dus mensen konden in de fabriek werken. Nou, heb je. Hè, dus het is meer een verschuiving van arbeidsplekken. Wat je hierbij mogelijk wel kan zeggen is, en daar raakte net ook al aan, is wat wel een kwalitatief verschil is, denk ik, met, laten we dan even toch AI in zijn algemeenheid nemen, dus generatieve AI binnen die algemene familie van AI, is dat je wat hier wordt gesubstitueerd of geautomatiseerd is niet zozeer menselijke spierkracht, fysieke arbeid, maar meer denkvermogen. Het denkvermogen. En als je denkvermogen dan ook opvalt als ja, de conceptuele analyse en het verbinden van talige concepten, wat dus heel erg breed is, dat is van vertalen tot marketingtekstjes tot juridische stukken tekst tot het coderen van computertaal, wat ook een vorm van taal is, dan is het wel de vraag, welke banen gaan er weg? Wat komt daarvoor in de plaats? Is er, zoals Sjoerd net zei, is daar een duidelijke nieuwe vraag die we daarmee kunnen gaan bedienen binnen de economie? En ook nog wel, gezien de ontzettend lage marginale kosten van AI, dus het is enorm kostbaar om het model te trainen en om de hardware bij elkaar te krijgen. Maar eenmaal getraind zijn de kosten om voor iedere gebruiker van deze software gebruik te maken, dat is denk ik wederom het cruciale aspect, is zeer beperkt. Ja, en hoeveel extra arbeidsplekken genereert dat dan op die manier? Dus ik denk, ten eerste, dat is wel een belangrijk onderscheid om te maken. Ja, het gaat hier echt om het automatiseren van cognitieve taken, in plaats van meer toch fysieke spierkracht van de mens. Maar dat misschien als eerste. Precies. Ja, tegelijkertijd, het kan dus ook mensen die bijvoorbeeld heel fysiek bezig zijn, zoals verpleegkundigen, kan het ook een bepaalde manier ontlasten, omdat zij natuurlijk ook met een administratieve last zitten. Als je dat voor een deel kan laten overnemen door AI, in welke vorm dan ook, kan natuurlijk mensen wel bevrijden om in ieder geval meer mensen te helpen in dezelfde tijd. Doordat ze gewoon bepaalde taken kunnen overleveren aan die technologie. En dat is denk ik een hele welkome toevoeging. Dus denk ik, en die kan je dus ook effectief productiever maken. Ik denk dat de vraag ook deels is, wat ik net bedoelde. Voorziet het niet ook een bepaalde vraag die er eigenlijk helemaal niet is, of die we niet willen vanuit bepaalde aspecten. Of vanuit een bepaalde maatschappelijke blik. Dus daar zit voor mij een beetje de vraag van, brengt dit de productiviteit waar we echt op zitten te wachten? Of krijgt het, nou, wat we vaak de bullshit jobs noemen, mensen die vooral met elkaar aan het worstelen zijn, elkaar aan het bestoken zijn met e-mails, willen we die dit soort tools in handen geven? Of ja, zoeken we toch meer in die sectoren als de zorg, onderwijs, veiligheid, waar we echt op dit moment die arbeidstekorten hebben, kan je daar ook productiever zijn? En dat gaat ChatGPT als zodanig niet doen, maar ik denk verdere implementaties van die technologie in hele praktische applicaties voor, nou, wat ik net noemde, verpleegkundigen bijvoorbeeld, of onderwijzers die daardoor een bepaalde administratieve last kunnen afleggen. Ik denk dat daar dan wel de echte productiviteit zit. En dan gaat het ook niet ten koste van banen, dan gaat het vooral over het ontlasting en het kunnen doen wat we als maatschappij nodig hebben. Precies, ja. Je ziet natuurlijk heel erg in het onderwijs. Ik denk nou even uit mijn hoofd ook aan de politie. Dat er natuurlijk ook heel veel administratief werk gedaan moet worden. Heel veel routineus papierwerk dat na bijvoorbeeld een arrestatie ingevuld moet worden. Daar gaat dan ook veel tijd naartoe. Als je daar een ChatGPT-programma op kan zetten, dan is dat natuurlijk interessant. Maar men zou zeggen, vooral met dit soort processen, in de zorg vindt men dat ook wel spannend, denk ik, om dat uit te besteden aan een programma. Hoe ver zijn deze ontwikkelingen nu? En zien jullie dat dit dus ook al implementaties zijn waar nu mee gewerkt wordt in deze sectoren, bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs? Ja, dus ik denk, enerzijds gaat er heel veel aandacht uit naar AI in de zorg. En dan gaat het bijvoorbeeld over het automatisch analyseren van allerlei scans om op zoek te gaan naar gekke vlekjes die misschien duiden op ziekte. Ik denk dat is één kant en kan heel krachtig zijn. En daar is altijd de discussie, ja, de computer zegt ziekte, de dokter ziet het niet. Geloven de dokter of geloven de machine? Dat ik denk, dat is super lastig en dat zal die ontwikkeling daar denk ik een beetje in de weg staan, even zo gezegd. Maar dat is denk ik waar heel veel aandacht naar uitgaat. Ik denk wat ik net bedoelde is meer de ondersteuning van professionals in een administratieve last. En ja, ik denk niet diagnostiek, maar gewoon papier administratie. Precies. En
Dat kan denk ik superkrachtig zijn. Dat is nog niet heel erg ver, maar je ziet wel die applicaties opkomen. Dus dat bijvoorbeeld een AI meeluistert in het gesprek tussen dokter en patiënt. Een automatisch verslag maakt, zodat die dokter niet tijdens het gesprek nog moet meetypen of achteraf nog alles moet gaan archiveren. Omdat dat eigenlijk volautomatisch gebeurt. En dat is in die zin ook denk ik minder controversieel. Dat gaat niet over is iemand ziek of niet. Dat gaat puur over verslaglegging. En dat is denk ik gaat een hele grote slag maken, maar zover zijn we nog niet. Precies. Dus, misschien ook als het echt over generatieve AI willen hebben is. Nog goed om één keer echt scherp neer te zetten waarin het verschilt van andere vormen van AI is een generatieve aspect. Dus in plaats van alleen, laten we zeggen, klassificeren, categoriseren, analyseren, is deze vorm van AI goed in staat om dus niet alleen die dingen op te zoeken en die patroon neer te zetten, maar eigenlijk om nieuwe output te genereren wat nog niet in die dataset zelf. Dus stukjes tekst. Ja, gedichten maken. Gedichten afbeeldingen maken. Ja. Inderdaad, samenvatten. Ik zit misschien nog latent in een tekst die je stuurt. Maar inderdaad, gewoon nieuwe dingen bij elkaar zitten. Een beeldgeneratie, maak eens een blauwe hond of zoiets. Of de Mount Fuji van goud of zo. Dus om die dingen bij elkaar te zetten. Dus dat generatieve aspect. Gewoon echt het geheel, dat is die transformer technologie. Goed begrijpen van context, nuance, betekenis die in taal zit. Ja, en toch ook een soort zelflerend vermogen, omdat de computer veel beter kan interacteren met de mens. Ik denk dat die drie aspecten generatieve AI onderscheidt van andere vormen van AI. Als je dan dus hebt over wat gaat dat met de arbeidsmarkt doen, zou je dus kunnen denken zoals waar we het net over hadden, beroepen waarin je eigenlijk een beroep kan ontbundelen in een aantal taken. Dat je ziet, bepaalde taken kan dit best wel goed doen. Misschien een huisarts die van tevoren allemaal klachten moet aanhoren. En dan daar zijn diagnose op maakt. En dan een behandeltraject in opstelt. Kun je je voorstellen dat een patiënt dat die eerste paar stappen, dat je gewoon bijvoorbeeld inspreekt van, hey, ik heb hier last van, ochtends heb ik hoofdpijn en mijn spieren voelen stram en mijn buik rommelt. En dat uit die hele context dat de AI daar al een soort van eerste selectie van kan maken. Misschien dus net iets anders dan die patroonherkenning van een CT-scan. Ik denk niet dat je daar de generatieve vorm van AI voor zou moeten gaan gebruiken. Maar ik denk meer dit soort taken of administratie of kun je marketingtekstjes schrijven, dat soort dingen. Dat je die taken ontbundelt, dat daar een heleboel productiviteit, ruimte vrijkomt voor meer die taken waar generatieve AI dus nog helemaal niet zo goed voor is of waar we dat misschien niet willen gebruiken. Dat is denk ik één lijn. Een andere lijn is dus ook wel dat er een aantal beroepen zullen gaan zijn. En in onze gesprekken denk ik dat ik in het optimistische kamp zit van wat AI allemaal kan doen. Dat er ook een heleboel beroepen zullen zijn waarin als je dat beroep ontbundelt in die taken, dat AI echt een heleboel kan overnemen. Je denkt natuurlijk direct aan vertalen bijvoorbeeld. Ja. Misschien de marketingtekst of communicatiestrategieën. Maar we hadden het al over juridisch advies. Of het coderen bijvoorbeeld. Ja, dit is ook in het licht van de recente Hollywood-stakingen van scriptschrijvers. Zitten natuurlijk een aantal beroepen die volle bak in de storm zitten wat dat betreft. En de vraag wordt wel, als je daar met die technologie geen nieuwe vraag kan bedienen. Of als die er wel is, dat de technologie nog steeds tegen hele lage kosten en hele hoge snelheid wel kan doen. Omdat het software-based is. Ja, dan ga je wel echt wel moeten nadenken, ook als samenleving, van waar realloceren we dan die arbeid die mogelijk overbodig wordt. In dat licht is het ook interessant. Ja, we zitten ook een beetje in een punt in de tijd. Er wordt gesproken over arbeidstijdverkorting, kortere werkweken. Nou, het fenomeen van bullshit jobs. We voelen misschien ergens wel aan dat ook een aantal beroepen niet een heel duidelijk doel meer dienen. En er zijn een heleboel beroepen. Wederom beroepen waar generatieve AI helemaal niet goed in is of absoluut geen substituut voor kan zijn. Waar heel veel tekort in is. Zorg, onderwijs, installateurs, veel meer horeca. Er zit ruimte binnen onze economie om die verschuiving aan te kunnen. Het is wel een complex politiek en economisch vraagstuk. Hoe ga je dat
in goede banen leiden. Maar er ontstaat dus eigenlijk al een spectrum van mogelijke mogelijkheden. Waar mensen misschien snel geneigd zijn om te gaan naar een totale vervanging. Of al deze banen verdwijnen vanwege de AI. Heb je meer een spectrum, eigenlijk een soort van gradatie van ontwikkelingen. Waarin misschien sommige banen daadwerkelijk zullen verdwijnen. Maar waarin je ook voor een heel groot deel zal zien dat mensen zullen gaan samenwerken met AI in hun werk. Om bepaalde routineuze taken of administratieve taken ook weer uit te besteden. Misschien zal je ook zien dat bepaalde werkzaamheden zich gaan specialiseren. Zoals je misschien ook ziet dat bepaalde ambachten, toch echt handwerkers, ook wel de industriële revolutie in eerste instantie met de grote fabrieken hebben kunnen overleven. Simpelweg omdat ze een heel specifieke taak deden die alleen maar een handwerker zou kunnen doen. Er is dan een stuk minder vraag naar, maar die persoon die wordt dan vervolgens ook een stuk beter mogelijk betaald. Dat wordt meer een ambacht vervolgens. Je moet bijvoorbeeld denken als het nu gaat over vertaling. Ik ben zelf met DeepL nu druk bezig om Ad zijn boek te vertalen naar het Engels. De gezagscrisis, The Crisis of Authority, mogelijk binnenkort ook in de Engelse boekhandels verkrijgbaar. En dan kom je er toch achter dat je moet elke paragraaf heel zorgvuldig redigeren. Wil je zo'n boek echt leesbaar maken in de juiste taal? En het is natuurlijk ook afhankelijk van het type thematiek. Sommige wat eenvoudiger teksten zullen ook sneller vertaalbaar zijn. Dit is een filosofische tekst, veel jargon, veel etymologische verwijzingen. Dus dat is vaak ook moeilijker één op één te vertalen. Maar dan zie je dus toch dat je dan zo'n vertaler als redacteur op zo'n tekst moet zetten. Misschien heb je wel allemaal mensen dadelijk nodig die die vertalingen allemaal moeten gaan controleren op foutjes. Misschien nog iets voordeliger dan wat het zou zijn voorheen als je vertaler echt voor elke bladzijde moet vertalen. Ja. Maar het is ook niet een totaal verdwijnen van de kunst van het vertaalwerk. Ja. Hè? Ook weer een van de mogelijkheden. Ook daar geldt misschien, geef het nog 1, 2 jaar en dan is dit gesprek misschien wel anders. Hè? Dan lukt dat misschien wel allemaal. Al die fijngevoeligheid zit er dan misschien wel in. Precies, ja, wie weet. Ik zou dat zeker niet uitsluiten. Ik denk als je door de geschiedenis heen kijkt, hebben mensen inderdaad, of sommige mensen zijn een baan verloren, andere mensen veranderen het werk totaal. Maar over 200-300 jaar geschiedenis hebben mensen het wel beter gekregen, grosso modo. Hè? In ieder geval hier in het Westen zijn mensen meer gaan verdienen, is werk ook over het algemeen leuker, veiliger en wat dat betreft beter geworden. De werkweek is natuurlijk enorm verkort sinds de afgelopen paar honderd jaar. Dus in die zin, als je die lijn doortrekt, dan gaat het ongetwijfeld banen kosten. Maar komen er banen voor in de plaats? Hè? Dat is een beetje als je die geschiedenis extrapoleert. Tegelijkertijd wat die ergens ook wel boven hangt, is enerzijds de vraag, voorziet deze technologie de productiviteit waar we op zitten te wachten als samenleving? En anderzijds ook ergens toch die dreiging dat deze technologie straks wel heel veel kan. En dat, weet je, de laatste terpen waar wij ons mens nog van waarde kunnen zijn, waar we ons kunnen terugtrekken en zeggen, hier kan de computer echt niet bij qua vaardigheden. Ja, die space die wordt steeds kleiner. Ja, dus de robot heeft ons al voor een deel onze fysiek vervangen. En dit verdrinkt ons voor een deel van onze cognitieve capaciteiten. Dus de ruimte voor de mens wordt wel kleiner in die zin. Dus dat vind ik nog wel een lastige puzzel. Daar weten we gewoon het antwoord ook nog niet op. Nee, precies. Nee, zoals je zelf zegt, er ontstaan natuurlijk ook weer heel veel nieuwe soorten banen. Ja, is dat zo'n eenduidige vervangingsgeschiedenis? Of zie je toch ook van er ontstaan gewoon hele nieuwe ecosystemen waarin mens en technologie samen gaan werken met elkaar. Want ik heb ook het idee. Tuurlijk, hè. De meubelmaker die voorheen met zijn handzaag bezig was en zijn hamers en zijn spijker, die kreeg zijn zaagtafel en die kreeg zijn boormachine en die. Ja, en nu Zweedse meubelfabrikant heeft misschien helemaal geen mensen meer in dienst, dat weet ik niet zo goed. Maar dan zie je wel dat heel vaak symbiose tussen mens en technologie, waardoor die productiviteit toeneemt en die handwerker ook gewoon een groeiende vraag kan voorzien. Precies. Ja, dat gaat niet eeuwig door. Hè? Die technologie die gaat ons een keer inhalen, ben ik bang. Maar goed. Ja. Nee, ik vind het nou mooi om. Vaak zit je heel erg in die dichotomie van of vervanging of het kan niet. Ja, ik denk dus zit een gradatie in. En ik denk dat idee van samenwerken met de technologie, dat daar veel meer de lijn zit. Dus metafoor wat al vaker wordt gebruikt, is dat idee van de centaur. Dus een symbiotische interactie tussen mens en machine. Dat beeld komt van Garry Kasparov, die in 1997 al verloor van de IBM Deep Blue schaakcomputer. Schaken als complex cognitief spel. Ja, gaat de computer ons nou overnemen? En het blijkt dus dat het is niet meer helemaal waar, maar als schaakgrootmeester samenwerkt met een schaakcomputerprogramma, dat nog steeds een in ieder geval ongelooflijk krachtige combinatie is. Omdat je ook, bedoel, de
Als we het even gewoon puur hebben over cognitieve vaardigheden, dat de menselijke geest of het menselijk brein, hoe je het wil noemen, echt wel bepaalde unieke capaciteit heeft, die de computer, en de computer heeft ook eigen unieke capaciteit. We hadden het over die enorme bak data die hè, bedoel, ik heb niet alle mogelijke boeken gelezen die er online staan, maar het model van OpenAI wel, die heeft miljarden boeken gelezen. Ja, dat die database waar die real-time bij, waar die in het model verwerkt zit, ja, dat heb ik niet. Tegelijkertijd is de mens nog echt wel veel beter in het begrijpen van veel genuanceerdere stukken context. Wat je al zei, als je echt gaat vertalen en je wil er echt betekenis, ja, daar is de mens nu nog een heel stuk beter. En de vraag is ook echt wel of die technologie, of er ook niet op een bepaalde manier wel begrenzingen aan zitten. Ik bedoel, even hele exogene begrenzingen zijn gewoon energieconsumptie, vraagstukken rondom privacy, auteursrecht. Het is gewoon wel echt een reëel pad van wat deze modellen richting de toekomst gaan kunnen. Kosten ook gewoon. Iedere prompt kost ook echt wel gewoon geld aan de achterkant. Je hebt trainingskosten, maar je hebt ook gewoon het model wat wel constant moet interfereren uit het model zelf voor die output. Ja, en data biases, hè, zo van welke data wordt dan geraadpleegd, welke culturen staan daarin centraal. Niet alles staat op het internet. Als ik probeer discussie nu ook gewoon is er nog voldoende trainingsdata letterlijk om de volgende generatie generatieve AI-modellen te trainen? Er zijn oplossingen voor, synthetische data, veel meer echt totaal ongestructureerde data daaraan toe te voegen. Maar er zit denk ik ook wel in die technologie zelf gewoon afnemende meeropbrengsten van die van rekenkracht. Ook een aantal variabelen die, nou, wat je net ook al zei, hè, van als Google nu dit er tegenover zet, ja, zitten we misschien wel op een beetje op een asymptotische beweging naar misschien is er ook toch ergens ook wel weer een plafond wat ruimte creëert voor die samenwerking. Dat is eigenlijk een beetje het punt waar ik heen wilde. Van om het veel meer als een assistent ook te zien die bepaalde taken kan doen, maar bepaalde taken ook of niet. Of je gebruikt het veel meer in de ondersteuning van jezelf. Dus ja, ik denk dat de vraag automatisering ja of nee, om die heel binair met een 1 of 0, zou ook niet in het model van generatieve AI gezien goed passen. Maar zitten meerdere smaken tussen, zou ik wel zeggen. Maar ja, dat we meer moeten gaan samenwerken, omdat die technologie heel goed is, omdat het volgend jaar in Office gaat zitten, omdat die technologie gewoon verder wordt ontwikkeld. Ja, daar moeten we wel over gaan nadenken. En zoals jullie net ook al zeiden, het is niet een unipolaire dynamiek. Het is niet dat technologie alleen maar de maatschappij beïnvloedt. Er is een soort wisselwerking gaande tussen die twee. En je ziet natuurlijk ook nu al dat ook bepaalde mogelijkheden op het commerciële vlak, dat roept ook weer problemen op het politieke vlak. En dan zijn inderdaad, je noemt net die stakingen die er in de States bij niet alleen scriptschrijvers, maar ook bij stemacteurs gaat het ook over. Hè? Van die zouden allemaal vervangen, zelfs acteurs. Daar kan een AI-model van gegenereerd worden. Dan hoef je dadelijk helemaal Brad Pitt niet te betalen. Maar dan download je gewoon de Brad Pitt 4.0. En weet je wel, misschien met de laatste updates, extra blonde lokken. Die laat je nu in je film spelen. Dus daar is ook maatschappelijke tegendruk op, wil ik maar zeggen. Hoe zien jullie dat zich voltrekken? Wat zullen de politieke ontwikkelingen zijn? Ja, ik denk dat de belangrijkste recente ontwikkeling is natuurlijk het voorlopig akkoord op die Europese AI Act. Waarin Europa eigenlijk probeert de belangrijkste risico's van AI in te dammen door met name een aantal spelregels neer te leggen voor het ontwerp van de technologie zelf. Dus de technologie moet in de basis veilig zijn, moet voldoen aan wetgeving rondom privacy, mag geen burgerrechten schenden. Dus dat probeert in ieder geval de Europese Unie, en hetzelfde geldt in zekere zin ook voor China en Amerika, probeert in ieder geval die belangrijkste soort directe risico's van die technologie in te perken. Tegelijkertijd, en nou, daarbij zeggen ze ook wel, een aantal dingen moeten we gewoon niet doen met AI. Hè. Biometrische identificatie niet, tenzij misschien voor de veiligheidsdienst in bijzondere gevallen. Nou, die discussie die krijgen we denk ik nog volledig de komende jaren. Een aantal dingen daarvan zegt Europa, dat moet je niet doen met AI. Voor de rest is het vooral een soort ja-mits benadering. Hè. Dus zolang die technologie maar een basale veiligheidseis voldoet, veronderstellen we dat dit goede wenselijke AI is. Dus daar zijn we nu een beetje gewoon echt die eerste risico's inperken. Tegelijkertijd, en dat kom ik ook weer terug op mijn boek, is dat denk ik ook een soort onvolledige benadering. Kijk, dat doet mij heel erg denken aan regelgeving rondom de auto. De auto kwam op, eerste verkeersongelukken vonden plaats uiteraard, dus er kwamen regels. En die regels die hadden betrekking op verkeersregels, maximum snelheid, stoplichten kwamen op, verkeersborden werden geplaatst. Aan de auto zelf, verplichte veiligheidsgordel,
kruikzondes in die auto. Dus met allerlei soort risico's werden afgedekt. Ja. Maar wel, ja, die heel erg samenhingen met het ontwerp van de technologie en de directe toepassing ervan. Terwijl als je terugkijkt in de geschiedenis, met name in Amerika, de ruimte die de auto gekregen heeft in die samenleving, waardoor die hele samenleving afhankelijk is geworden van de auto. Bijvoorbeeld investeringen in openbaar vervoer gingen verdwenen volledig. Ook in Amerika fietste men wel eens. Nou, ga nu eens fietsen in Amerika. Het is bijna gegarandeerd je dood. Probeer maar eens te lopen op een stoep. Van A naar B te komen of te voet. Dus de plek die die technologie geeft, ja, daar doe je dus niet zoveel aan met die veiligheidsregels. Dat is een heel ander vraagstuk. En ik denk dat het voor AI wel de vraag is. Nu we deze veiligheidsdingen min of meer geregeld hebben, is het vervolggesprek wel welke plek geven we AI in de samenleving. En dat bedoel ik niet alleen maar negatief. Hè. Er zit ook heel veel goede kanten aan die technologie. Maar we moeten denk ik wel nadenken over de rol die we dat geven. En kan je misschien over 20 jaar, kan je dan nog onderwijs genieten van een echte docent? Of zit je dan verplicht naar een computerscherm te kijken? Ja. Dus dat soort bijna meer culturele vragen. Welke plek geven die technologie? Dat is denk ik het volgende deel van dat gesprek. Precies. En we pakken natuurlijk onder andere die culturele vraagstukken, de sociale vraagstukken ook in het volgende gesprek nog op. Maar toch ook, misschien toch even terugkomen op dat dwingende aspect, dat sturende aspect wat van die techniek uitgaat. Je loopt natuurlijk ook wel een risico dat je bepaalde nu nog vitale vaardigheden, zeg maar, zou je het zo moeten zeggen, hè? Externe vaardigheden. Dus een technologie vervangt een heel specifieke mogelijkheid. Een timmerman wordt nu door een heimachine vervangen. Maar die timmerman, die was heel flexibel in zijn werkzaamheden. En die kon ook schuren en die kon ook lakken en die kon ook al die andere dingen doen. En deze machine die kan alleen maar heien, bij wijze van spreken. Hè? Dus je krijgt één uitkomst en daar stuurt die machine vervolgens ook op. En je krijgt iets soortgelijks met bijvoorbeeld deze generatieve AI-programma's. Het lost één taak heel goed op. Maar het heeft niet, het mist, laten we zeggen, die bredere context van vermogens die mensen nog wel hebben. En vooral zou ik zeggen, op het gebied van interpretatie wordt dit dus een belangrijk probleem. Want wat AI zegt, wordt het antwoord. Mm. In heel veel gevallen kan je zeggen, er is ook een ja of nee antwoord. Er is een eenduidige oplossing. Maar in heel veel gevallen is ook een zekere vorm van interpretatie vereist. En je ontneemt mensen het vermogen om te interpreteren, als je maar uitgaat blindelings, van het vermogen van een computer om jou het juiste antwoord te vertellen. Vooral waar het bijvoorbeeld onderwijs betreft en dergelijke. Hoe zien jullie die, laten we zeggen, er zijn heel veel mogelijkheden in die techniek, maar er zijn ook interne begrenzingen aan de techniek. Interne blinde vlekken in de techniek. Zien jullie dat nog een rol spelen als het gaat om waar je waakzaam op moet zijn, politiek, in het proberen te implementeren van deze technologie, vooral in onze, dus laten we zeggen, in onze nutsbedrijven, in onze sociale voorzieningen en in dergelijke structuren waar wij echt maatschappelijk gezien van afhankelijk zijn. Ja, sowieso de Europese, of de AI Act heeft heel veel aandacht voor het probleem van bias. Dus die systemen zijn gevoed met eigenlijk onze kennis als mens en ook onze voordelen. Dus dat zit erin en dat is een enorm risico dat dit soort systemen die blijven dat soort biases of clichés ook vaak gewoon over ons uitstrooien. Dat is een risico. Tegelijkertijd kan je dat van deel, als je daarvan bewust bent, kan je dat denk ik ondervangen door andere data te voeren, bepaalde guardrails te plaatsen bij die output. Dus als je daarvan bewust bent als samenleving, kan je daar denk ik wel wat mee. Ik denk wat meer in groter zin een risico is ook wel, is dat als we straks met z'n allen alleen nog maar luisteren naar ChatGPT, krijgen we ook dezelfde eenheidsworst aan gedachten op ons afgestuurd. En dat is denk ik ergens wel problematisch. Ja, natuurlijk. Wat betekent Hamlet? Ja, geef ons, wat is de les die je kan trekken uit Hamlet? Dat is niet een eenduidige vraag. Dat is niet één antwoord op die vraag, bij wijze van spreken. Je blijft een van de eerste dingen die ik deed, is van een vraag stellen over het Zwarte Piet debat in Nederland. Je krijgt een heel braaf antwoord, waar ik zelf inhoudelijk wel achter sta. Maar ja, het is niet, wat dat betreft, cultureel gezien niet heel erg spannend of verrijkend, zo'n antwoord. Dus en dan kan je natuurlijk wel een beetje in pushen in je vraagstelling. Maar het is ook een heel erg soort brave, voorzichtige mening die je krijgt. Het is ook door eenheidsworst die uitraamt. Ik weet niet of dat een heel groot probleem is, maar ja, je kan denken, verarming denk ik. Vooral op het moment dat het gaat, en wij doen het natuurlijk in de loop van dit gesprek ook een aantal keer. Je hebt het over intelligentie, je hebt het over dit als een vorm van denken. Hè? Dus daarmee krijg je ook dat vervangingsnarratief, alsof ons denken nu vervangen wordt met een ander denken. Maar je hebt het eigenlijk helemaal niet over het denken. Je hebt het over een hele specifieke techniek die bepaalde dingen heel goed kan, bepaalde dingen helemaal niet kan. En daar moet je als samenleving toe gaan verhouden. Maar er ontstaat een soort begripsverwarring op het moment dat je dus denkt dat ChatGPT voor jou kan gaan denken. Of dat de resultaten die worden uitgespuurd door ChatGPT, dat die op alle punten vergelijkbaar zijn met de producten van onze eigen gedachten of van onze eigen overwegingen. Lijkt me interessant, mogelijk vooral in dat volgende gesprek, om daar nog eens op terug te komen. Kijk, wat is nou precies
die intelligentie, als we het hebben over artificiële intelligentie. Ja. En is dit echt op alle punten, of zelfs op de meeste punten te vergelijken met wat wij doen in onze hersenkamers? Of is dit toch ook een heel ander soort proces dat gelijkt op heel veel, hè, op belangrijk genoeg, op onze eigen denkprocessen, maar dat er ook op belangrijke manieren van afwijkt. En dat is ook vooral op de lange termijn, en als je dat maar lang genoeg laat rondrazen in de samenleving, ook hele specifieke, dwingende en misschien wel nadelige gevolgen kan gaan krijgen. Het is natuurlijk niet, je krijgt niet alleen maar waar je voor betaalt. Je krijgt er ook altijd iets bij. Dus ook altijd een schaduw ook aan die techniek. En ik vraag me af of ik nou, in elk geval in het volgende gesprek met jullie dat nog eens kan doornemen. Ja. Die schaduwzijde ook van die technologische kanten, maatschappelijk, cultureel, filosofisch gezien. Maar misschien nog één ding. Ik denk gewoon heel direct, als je het meer hebt over, we hadden net over werkgelegenheid, economie, in de politiek, maatschappelijke zin, nepnieuws, deepfakes, dat soort zaken. De vraag is van hoe waardevol is die output? Dus er wordt in die AI ook heel erg de nadruk gelegd op transparantie, uitlegbaarheid. Wat denk ik wederom heel moeilijk is aan deze generatieve vormen van AI, is dat, wordt vaak gesproken van, het is een black box aan de achterkant. Die modellen zijn echt zo onbevattelijk complex dat de manier waarop hier een inferentie wordt gemaakt, output wordt gegenereerd, dat ook bijna niet te achterhalen is. Dus als je vraagt om, maak eens een foto van een blauwe kat, dan wordt op basis van miljarden foto's van katten en miljarden foto's van blauwe dingen, wordt dat bij elkaar. Het is heel moeilijk om dan van die output te gaan zeggen, kun je dat nog een keer reconstrueren, kun je dat reverse engineeren, kun je dat weer opbreken en verklaren. Dus er ligt een groot vraagstuk rondom transparantie en uitlegbaarheid. Ik denk eerlijk gezegd dat je die in de modellen zelf, dat je dat niet kan oplossen. Wat een ander soort van black box-achtige dynamiek is dat het wederom modellen zijn van grote techbedrijven die gesloten zijn aan de achterkant. Ik bedoel, heel veel gezegd natuurlijk al over OpenAI als bedrijf, waar de naam vandaan komt, OpenAI, het idee van we moeten deze ongelooflijk belangrijke technologie in de openheid gaan ontwikkelen. Ja, hoe het bedrijfsmodel nu natuurlijk heeft natuurlijk niks meer met die initiële met die initiële doelstelling van openheid te maken. Maar ik denk dat daar dus een politiek vraagstuk ligt van hoe hou je controle over die technologie? Ik denk dat er twee manieren, of in ieder geval vanuit de technologie zijn er een aantal mogelijkheden voor, die natuurlijk ook worden ontwikkeld. Dus enerzijds heb je dat idee van het fine-tunen van deze modellen. Dus laten we zeggen, de foundational models, die taalmodellen die echt ten grondslag liggen bij die, dus als je het hebt over de GPT-modellen of nu die Gemini-modellen van Google. Die foundational models, dat is gewoon, laten we zeggen, het algemene, het abstracte model. Je kan daar meer data aan toevoegen om het geschikt te maken voor bepaalde applicaties. Als je bijvoorbeeld hebt over de gezondheidszorg, waar veel zelfbeschikbare, maar ook hele privacygevoelige data is, kun je die mogelijk in een veilige omgeving aan het model. En dan zeg je, op deze specifieke toepassingen wil ik dat je me, geef ik jou deze data om die inferenties te maken. Dus waar het om gaat, denk ik, een heel belangrijk aspect voor dat fine-tunen is, waar komt die data vandaan? Is die data goed? Is die representatief? Zitten daar geen aspecten in die we niet willen? Is er geen biases? Dus dat is denk ik een heel belangrijk deel waar we iets mee gaan moeten in de samenleving. En dit is vanuit het blik van een bedrijf. Maar ja, misschien moeten we ook veel meer gaan nadenken over datadeling, open data, om die modellen maar enigszins representatief te maken. Dat zit meer aan de achterkant. Aan de voorkant heb je dan het idee van customization. Dus niet zozeer het fine-tunen met extra data, maar tegen het model zeggen van, hey, dit zijn mijn wensen, dit zijn mijn preferenties. Kun je mij in ieder geval vanuit deze wensen mij de output gaan geven die ik wil? Dus als je het zegt, je kan het model customize, dat je zegt, hey, ik heb al zoveel achtergrondkennis van Shakespeare, ik ben met deze thema's bezig, geef mij dan op die manier eens een interpretatie van Hamlet. Dus dat zit meer aan de voorkant. En daarbij kun je dan, als we het hebben meer over het maatschappelijke effect van wat die AI-modellen gaan hebben, zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen, nou, bepaalde dingen kun je dus
later in het model inprogrammeren, zogeheten guardrails, dat je bepaalde dingen niet wil. Dus een vraag hoe je bijvoorbeeld met makkelijke materialen een bom kan maken, nou ja, hè, voor misschien terroristische motieven, die zou je op een bepaalde manier daarmee kunnen voorkomen. En je haalt misschien een beetje dat aspect weg van dat we een eenheidsvorst willen. Dus misschien gebruikers zelf kunnen ook gaan kijken van, nou ja, ik heb deze wensen. Kun je mij ook juist helpen om eens gewoon dingen weer op een nieuwe manier te bekijken? Hè? Dus die Zwarte Piet discussie, ja, een customized version is gewoon, ja, laat mij eens gewoon van beide kampen eens even de allerbeste argumenten zien en hoe jij als representant taalmodel zou reageren op bepaalde argumenten. Ik geloof dus ook wel weer dat het heel veel mogelijkheden geeft om vanuit een soort van theory of mind, soort van gedachte rollenspellen, te experimenteren juist met andere posities. Ik vind dat ook wel een hele interessante. Dit veronderstelt nog wel dat je vraagt om output krijgen waar je zelf een soort oordeel over kan vellen. Ja. En dat is denk ik in die Centaur metafoor, de schaker die samenwerkt met de schaakcomputer. Ja, als de schaakcomputer zegt je moet die en die set doen en die speler die denkt van ja, ik snap het niet. Maar doet die speler dan zijn eigen zet? Of denkt hij, ik ga maar blind mee met die computer? En dat is denk ik wel waar we de komende jaren gewoon mee gaan worstelen. Dat die output van dat systeem kunnen we zelf nauwelijks meer beoordelen. In die vertaling waar jij mee bezig bent, kan je echt nog wel een oordeel vellen van dit is wel of niet een oké. Of deze zin representeert de oorspronkelijke gedachte van de schrijver. Ja, het een mooie voorbeeld. Going forward wordt natuurlijk lastiger. En dan is de vraag van gaan we ons dan toch maar overleveren aan die computer die misschien op een heel andere manier denkt dan wij. Maar die output is veel beter in welke vorm dan ook. Of vertrouwen we toch nog op ons eigen intellect, ons eigen oordeelsvermogen. En ik denk nu gaat het ook in die wetgeving, gaat het over human oversight. De mens moet meekijken, de mens moet, is hij uiteindelijk de laatste stem. Ja, als de computer 10 keer zegt van je moet naar links. Ja. En dat blijkt elke keer te kloppen. Ja, de 11e keer denk je als mens, ja, het zal wel. En dat geldt ook in oorlogsvoering bijvoorbeeld. Hè. Als de computer 10 keer zegt, poppetje daar is een vijand, zullen we schieten of niet? En die mens zegt, ja, we gaan schieten. Hè, dat is de human oversight of de meaningful human control, zoals ze het noemen. Ja, de zoveelste keer denk je, ja, de computer, het zal wel. Dus hoe lang hou je dat de samenleving vol om heel kritisch te blijven op die output? Nee, dat wou ik inderdaad niet zeggen. Ja, pardon. Ja, je hebt zo'n mooi voorbeeld in die, hè, ook zo'n watershed moment in, niet per se generatief aan je, maar hè, die wedstrijd van Lee Sedol met het spelletje Go tegen AlphaGo van DeepMind. De beruchte move, volgens mij move 38, echt van iedereen keek van, wat is dit? Why? En zo van achteraf was dit de meester move die de machine het voordeel in de partij gaf. Die achteraf van wordt gezegd van niemand begreep wat waarom hij dit zou doen. En dit was de winnende zet geweest of zo. Zo ook het idee van. Het is wel godzegende de greep. Hè? We volgen maar de computer. Ja. We snappen het niet. Dus het punt is misschien ook van betekenisvolle menselijke controle. We noemen het kunstmatige intelligentie. Hoe kunstmatig menselijk is deze intelligentie nog? Wederom, AlphaGo heeft biljoenen potjes Go gespeeld. Ook tegen zichzelf. Biljoenen potjes tegen zichzelf. Ja, dat heeft zelfs die grootmeester niet kunnen doen, maar een fractie daarvan. Dus hoe menselijk is die intelligentie? Zit er ook niet iets heel aliens in? En dan krijg je een interessante vraag. Als wij echt niet meer begrijpen wat een advies is of wat een oplossing is. Of, hè, stel er wordt een oplossing gegenereerd voor een wiskundig probleem wat we echt niet snappen. Wat wordt de status daarvan? Wat wordt de menselijke controle daarvan? Gaan we het zien als een wetenschappelijk feit, dat wiskundig bewijs? Of gaan we het advies opvolgen? Ik denk dat daar wel hele. Ja, daar gaan ontzettend belangrijke vragen spelen. En tegelijkertijd ook de discussie, ja, die computer maakt wel eens fouten. Die computer hallucineert wel eens, die liegt wel eens. Ja. Doen mensen ook allemaal. We vertrouwen wel oude mensen van. Nou ja. We vertrouwen iedereen maar met een rijbewijs dat hij veilig de weg op kan. Tegelijkertijd hebben we in Nederland 600 verkeersdoden in dit jaar. Ja, zouden we dat accepteren als er allemaal zelfrijdende auto's kregen op de weg met 599 doden? Hè? Zouden we dat dan wel accepteren? Ja, of vijf. Want of vijf. Er wordt heel veel uitgaan van die paar vreselijke, fatale ongelukken met zelfrijdende auto's. Maar dat ze veiliger zijn, ja, zeker met een volledig wagenpark wat redelijk autonoom is. Waarschijnlijk zijn ze veiliger, maar toch accepteren van die computer geen fouten die met fatale gevolgen. Terwijl het van mensen klaarblijkelijk wel accepteert. Dus daar zit ook nog een soort vraag van wat accepteren van die computer. Het gaat denk ik ook heel erg over controle. Hè? Waar ben je zelf bij? Waarvan kan je zelf de illusie hebben dat jij wel in staat bent om een goede afweging te maken? En dat je dat niet zomaar je lot legt in de handen van een computer die
gegarandeerd heel af en toe een foutje maakt. Precies. Maar je weet niet wanneer het gebeurt. Ja, nee, dat zijn natuurlijk hele interessante ethische en morele afwegingen die daar ook bij komen kijken. Als je inderdaad die eerste 10 keer kon vertrouwen op het oordeel van ChatGPT, het stelt je nu iets heel buiten niks is voor. Maar je denkt van ja, wie weet, de vorige keer werkte het ook, laten we het maar doen. Je verliest echt grip. Eigenlijk weten we nu al niet hoe de beslisprocedure, hoe ChatGPT tot zijn conclusies komt. Dat wordt dan eigenlijk extra belangrijk. Maar goed, je weet dat al niet. Dus hoe sturend wordt die dynamiek dan? En hoe wil je daar toch enige mate van controle over uit blijven oefenen? Welke vragen moet je jezelf dan stellen? Ik denk dat is ook echt een politieke vraag wordt. Van waar bouw je momenten in dat de mens wel kan ingrijpen? Ja, niet een stopknop, maar wel dat er controlepunten zijn. En daar moet je heel goed over nadenken. In relatie tot een technologie die misschien helemaal niet meer goed te begrijpen is. Nou, precies. Die eigenlijk helemaal op zijn eigen spoor is aanbeland. Waar je het ook niet meer kan volgen. Ja. Dat lijkt me een hele interessante vraag, ook weer voor de volgende keer. Hopelijk zitten jullie dan allebei ook hier weer samen met Sebastiaan. Die zit er dan ook bij. Dan gaan we het hebben dus meer over de morele, de ethische, de sociaal-maatschappelijke, ook de filosofische consequenties van deze ontwikkeling, artificial intelligence. Hopelijk kijken jullie dan ook weer mee. Misschien tegen deze tijd hebben jullie ook het boek van Sjoerd Bakker al gelezen. From Luxury to Necessity. Link staat onder in de video. Ook belangrijk om even te vernoemen op het eind van het gesprek. Wij zijn weer bezig met onze eindejaarsactie. Als DNW weten jullie allemaal dat wij sterk afhankelijkheid hebben van de bijdrage van onze kijkers. En aan het eind van elk jaar doen wij weer een grote oproep aan iedereen om elk bedrag dat je kan missen over te maken. Ofwel op ons eigen bankrekening, ofwel te storten op GoFundMe. Want dan kunnen wij hopelijk volgend jaar ook weer deze verdiepende gesprekken blijven voeren. En dan zien we jullie graag ook weer allemaal bij terug. Alle links staan in de beschrijving. Ik wil jullie nog eenmaal hartelijk danken. Tot de volgende keer. En jullie ook. Doeg!